achterlippen mogen niet droog zijn. Oh, dat is wel. Why? Hey, ik ben Shanti en welkom bij mijn kanaal. En vandaag heb ik mijn zusje bij me. En eindelijk dat je hier bent. Hoe voel je? Ik heb geen leven meer. Te zitten en te zitten. Ik heb haar zo vaak gevraagd om te komen. En eindelijk zijn we er. En hebben we eindelijk überhaupt tijd om een video te maken. Vandaag gaan we dus de Get Ready With Me doen. Gewoon een klein beetje opmaken, onze dagelijkse make-up. Deze video is meer om een beetje met jullie te praten. Dat jullie ons een beetje leren kennen. En ja, want een beetje kletsen. Ja, en dat we jullie een beetje laten zien hoe we onze dagelijkse make-up doen, toch? Ja, ja. Nou, in principe, ik begin altijd met mijn potlood. Altijd? Altijd. Serieus? Ja. Ik begin altijd met foundation. Ja, maar smelt je potlood dan niet van je gezicht af? Nee, juist niet. Of gebruik deze dan even. Ah, heb je de spiegel? Top. We hebben geen goede spiegel, dus daar is één. Daar is één. Hier is één. Een beetje improviseren. Can you see it? Ik heb het toe. Wacht, heb je geen spiegel? Nee, ik heb geen spiegel bij me. Een losse spiegel? Nee. Ik heb geen spiegel bij me. Oké, dus jij begint met je wenkbrauw, ik begin met foundation. Top. Oké. Ik gebruik een MAC foundation. Het allerbelangrijkste bij mij bij foundation is mijn primer. Ik gebruik normaal de Kiko Milano primer. Ik weet, ik zou het niet over product hebben. Maar dit is belangrijk. Maar jij zei tegen mij dat je zo'n aloe vera gel... Ik heb al primer opgedaan. En dat is deze, de aloe vera gel. En dat is van de tuinen. En ik gebruik deze als primer en het bevalt me heel goed. Want hij heeft hetzelfde effect met betrekking tot het strak trekken van je gezicht. En hij is ook nog eens goed voor je huid. Dus ja, probeer hem maar. Misschien bevalt hij je wel. Dus die ga ik vandaag proberen. Even kijken of hem me bevalt. Want mijn andere primer, daar ben ik wel blij mee. Je mag hem best wel royaal opbrengen. Oh, ik mag best wel veel? Ja, je mag best wel veel opbrengen. Want dat staat hier, ja, staat hier ook aangegeven. En dan heeft hij ook het beste effect als primer. Oh. En dan moet ik wachten tot hij droogt? Hij droogt best wel snel. Dan ga je hem ook voelen. Dan ga je ook voelen strak trekken. En dan even later dan verdwijnt dat gevoel van dat het strak voelt, zeg maar. En dat vind ik ook heel fijn aan de aloe vera. Want er zijn genoeg producten en genoeg primers die strak trekken. En dan voel je dat de hele dag zitten. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. En hij stinkt niet. Oh, dat is ook zoiets. Weet je dat al die YouTubers, weet je wel, die zeiden, maak je eigen aloe vera gel. Ik was dus helemaal op zoek gegaan naar aloe vera gel. Heb uiteindelijk, aloe vera plant. Mm-hmm. Heb uiteindelijk die plant gevonden bij de IKEA. Ik ging die gel maken, ik zeg je, de stank. Meisje, ik ging kokhals en alles. Ik zeg je, dat ruik je niet door de video heen, weet je wel. Die aloe vera. Maar dat is het juist. Niemand vertelt het je. Dan kan je beter zo'n organische aloe vera gel halen bij de tuinen. Dan de moeite doen om zelf aloe vera te maken. Ik was zo teleurgesteld. Ik heb die planten echt hier buiten op mijn balkon. Oh. Jullie zien al, dit is een potloodje van de HEMA die ik bijna op heb gebruikt. Die beruchte potloodje van de HEMA waar iedereen het over heeft. Ik vind dit potloodje van de HEMA wel heel fijn. Daar doe ik meestal mijn uitlijning mee. En dan vervolgens maak ik er een beetje een ombre effect van. Omdat je, zoals je al kan zien, heb ik een inham in mijn wenkbrauw. En ja, dat heeft onze moeder heeft ons dat doorgegeven. Want jij hebt hem ook. Dus ja, helaas. Hè, dat moet je gaan invullen. Mijn dagelijkse make-up is niet zo heel uitgebreid. Ik vind het heel belangrijk om de deur uit te gaan met wenkbrauwen. Dus meestal als ik begin met mijn wenkbrauwen, dan word je ook wel verleid om de rest van je make-up te doen. En het laatste jaar ben ik daar een beetje mee om het leren gaan, om het los te laten. En ja, toch wel natureller door het leven te gaan, want dat is ook wel makkelijker. Bijna droog. Doet het ook iets voor je huid? Ja, ik vind van wel. Ik merk, het maakt je huid echt zachter. Heilzame eigenschappen. Verzachtend, verkoelend, hydraterend en voedend. Verkoelend, inderdaad ook. Hydraterend is hij ook. Ja, vind ik ook. Ja. En hij maakt je huid zeker zacht. Ja. En ja, zoals de tuinen, heeft heel vaak acties.
En ja, deze had ik volgens mij voor 6 euro gehaald. Mm. En ik had toen meteen een tweede gehaald voor 1 euro. Dus dat scheelt voor zo'n grote tube. Als dit een goede primer blijkt, stap ik over. Hij is echt de shit. Ja. Bazaar. Ik ben deze gewoon gewend, waardoor ik gewoon nog niet overstap naar de beauty. Ja, ja, ik was die eerst ook gewend. En, toen ben je overgestapt. Ja, toen ben ik overgestapt. En ik ben gebleven waar ik was. If it's not broke, don't fix it. Ja, ik merk wel het verschil tussen een beauty blender en... Wat is het verschil dan? De beauty blender maakt het, dat trekt veel beter je huid in. En ik heb deze van de... Ja, hij is een beetje vies. Ik heb die van de... Niemand maakt ooit zijn borstel schoon hier. Jawel, jawel. Ik doe dus op het tijd. Maar het was heel moeilijk voor mij om een goede beauty blender te vinden. En deze heb ik dus gevonden bij de Big Bazaar. En dan maak ik het meestal, niet de echte beauty blender? Nee, het is niet de echte beauty blender, want ik heb daar helaas geen geld. Ik ben een arme student. Ik heb daar geen geld voor, oké. The truth. Vind qua foundation opdoen en concealer opdoen, vind ik hem beter. Nou, inmiddels ben ik nog steeds bezig met mijn wenkbrauwen. En ik ga ze nu inkleuren met een beetje poeder. Nou, dat verkoelende effect voel ik nu nog steeds. Dat is wel echt lekker, man. Ja? Ja. Eigenlijk moet je dit in de ochtend, want wij worden toch altijd wakker met om. Ja. Opgeblazen. Ja, maar dat hebben we allebei. Oh, het ziet er mooi uit. Wat? I like it. Wat met je foundation? Oh, but thank you. MAC. I like it. Ik wil wel nog die Fenty gaan uitproberen. Ja, dat moeten we zeker doen. Waar haal je Fenty eigenlijk nu in Nederland? Volgens mij bij die grote winkels, wat is het? Die ene Franse. Franse? Toch? Ja, Sephora heeft die. Okay. Aangezien het een dagelijkse make-up is, ga ik geen foundation opdoen. Ik werk voornamelijk met concealer. En dan doe ik mijn vlekjes een beetje bijwerken, bijtippen. En dan zie ik er wat representatiever uit. Overdag. De concealer die ik gebruik is de LA Girl Concealer, de Pro Concealer. En dit is in de kleur Toast. En die is ja, een klein beetje lichter dan mijn eigen huid. Maar het is niet erg opvallend is het. Dus. By the way, wat vond je van de controversie van H&M? Die shit die... Girl. Wacht, want jij studeert commercieel... Ik studeer commercieel management. En... Dan doe je toch dingen met marketing. Ja, yeah. Marketing is gewoon het hoofdvak. Dus jij weet in feite hoe een campagne wordt opgezet en noem maar op. En zij heeft echt zoiets van... In principe wel. Er gaan zoveel mensen... Want als jullie nog niet weten wat het is... H&M heeft een foto geplaatst op een winkel H&M van Engeland. Foto geplaatst, een donkere jongen met een shirt op. En daar stond op, wat is het? The coolest monkey in the jungle. En dan hadden ze een andere, zeg maar, blanke kind in een gele shirt. Waarop stond... Survival expert. Survival expert. Yes. Mensen gingen daar wild over, maar noem maar op. En ze kwam gisteren bij me. Sean, heb je dit gezien? Het kan toch niet? En ik zei van, nee, ik heb het nog niet gezien. Het feit dat ik het überhaupt nog niet wist totdat jij het me vertelde. Ik was gewoon laat. Ik weet niet waar ik was. Aan het slapen. I'm in all my business and shit. En ik was met haar aan het praten en ik zo van, ja, wat vind jij daarvan, weet je wel. Bedrijven kunnen een fout maken, noem maar op. Misschien hebben ze geen bruine mensen in dienst. Dus daarom maken ze fouten dat ze niet konden weten dat aanstotend was. Ja. Aanstootgevend. Was, bla bla. Ik ben daar heilig van overtuigd dat ze weten waar ze mee bezig zijn. We hebben in de klas zo vaak over marketing en hoe doordacht marketing tegenwoordig is. En alle stapjes worden stap voor stap uitgepland en uitgewerkt voordat iets gepubliceerd wordt. En tot ze dit hebben gedaan, ik vind dat ze het expres hebben gedaan. En dit is geen ongelukje meer. Hoe kan niemand dit hebben gezien? Ik heb echt zoiets van... Dat kan echt niet. Ze doen het echt expres. En het feit dat gewoon een andere kindje in een andere shirt stond... Ook nog survival expert. Heb ik zoiets van...
is too much. Misschien beginnen merken ook stunts te doen, net als celebrities, om gewoon aandacht te krijgen. Want H&M heeft heel veel aandacht gekregen hierdoor. Precies. En ik denk eerlijk gezegd ook dat het een stunt is. En voor de marketing is doordacht. Dus dit, nee. Dit, Sean, dit kan echt niet per ongeluk zijn hoor. Echt niet. Je ziet de gevolgen. Je ziet al dat bijvoorbeeld de Weeknd niet meer wilt samenwerken. Kort geleden hadden Nicki Minaj en Jesse Williams ook een reclame gemaakt voor H&M. En dat was een kerstreclame. En ik weet dat Jesse Williams echt een hele sterke activist is. Dus ik ben benieuwd wat hij gaat doen met deze situatie. Nee, ik ben ook benieuwd. Ik heb nog geen clapback van hem gezien op social media. Ja, maar het is ook pas gebeurd. Eigenlijk wil ik ook zeg maar weten wat jullie ervan vinden. Want wij hebben wel verteld wat wij ervan vinden. En ik vind het gewoon... It's time to stop doing some stupid shit like this. Step it up. Het kan niet. Het kan echt niet. Step it up. Ja, dus, zoals Oprah zei. Time is up. Oké. Okay. Kan echt Oprah niet meer. En if Oprah says it. Nee, maar ik ben echt benieuwd naar jullie opmerkingen, commentaar, wat jullie ervan vinden. Ik wil het eigenlijk allemaal weten, dus alles in de comments beneden. En laten we erover praten. Nee, ik vind het echt niet meer kunnen. Nadat ik dus mijn wenkbrauwen doe, ik doe ze altijd zo licht mogelijk. Ik doe geen concealer als ik gewoon mijn normale make-up doe. Ik ga dan naar oogschaduw. Okay. Ik gebruik dus echt alleen maar één kleur en het is gewoon echt heel subtiel. Echt hier in mijn crease. Vandaag ga ik Morphe gebruiken. Of deze vind ik ook altijd heel mooi. Ja, zoals je al ziet, ik doe het met mijn vingers. Ja, het werkt voor me, dus ja, waarom niet hoor? Ik kan echt niet meer met mijn vingers. Nee? Nee. Dus ik voel die aloe vera gel, ik heb echt het gevoel dat hij me lang mat gaat houden. Want hij gaat zeg maar verder met drogen, terwijl ik mijn foundation op heb. I told you so, girl. Die aloe vera gel is de bam, diggity. Kan niet meer zonder. Je weet hoe ik was een tijdje geleden. Ik durfde de deur niet uit zonder foundation. Nee, inmiddels, ik ben zo blij dat dat is veranderd nu. Ik kom echt irriteren aan jou toe. Maar nee, laten we gaan. We moeten nu gaan in 10 minuten. Ik ben zo klaar. 10 minuutjes. Marie, wat ben je aan het doen? Even mijn wenk. Oh ja. Als ik nu terugdenk, puberteit was verschrikkelijk. Ik ben blij dat je niet toeging. Puberteit was verschrikkelijk. Ja. Oh. Maar we komen daar wel doorheen. Naar school gaan in een leren jasje in de winter. Oh. Gewoon om er mooi uit te zien terwijl je weet, je hebt het koud. Je hebt het koud. Doe niets door. Je hebt het koud. Snap je? Echt, nee. Dat gaat me niet meer gebeuren. Ik ben nog Als ik ook iemand zie in een leren jasje in de winter, heb ik echt zoiets van, tegen wie lieg je? Je weet, je hebt het koud. Je hebt het koud. Kijk gewoon hoe je loopt. Je hebt het koud. Maar wel respect hoor. Echt respect. Wat respect? Like fashion over alles? Like voor fashion? Doe het voor de fashion. Nee. Ik heb het koud. Oh jeetje. Mijn eyeliner doe ik echt alleen maar het laatste stukje. Want ik heb echt zo'n hooded eyelid. Weet je, dus ik doe niet helemaal. Nee. Wat Nicki Minaj doet bijvoorbeeld. Oh ja. Yeah. Don't try that with my eyes. Just don't. Don't maar ze heeft ook best wel kleine ogen. Want die cat eye bij mij, die valt gewoon weg onder mijn vel. Oh. Gewoon een mascaraatje en dan ben ik klaar. Ja. En deze make-up kan ik meestal binnen 10 minuten doen. Alleen omdat we nu aan het kletsen zijn en ogen. Ja, echt hè. Nee, ik heb dat ook. Ik doe dat binnen 10 minuten. Nou. Je doet nog poeder? Ja, ik doe altijd nog een beetje poeder op. Om te baken. Ik heb niet echt een favoriete mascara die ik gebruik. Dit is gewoon... Die van de Ali. Dit is gewoon de ene van de Lidl. Lidl. Maar is die goed? Nou, ik vind hem wel goed hoor. Ja. Wow. Gaat. Ik moet alleen maar een beetje rouge. En dan ben ik ook klaar. In al die make-up doe je rouge? Oh, goed. Uh-huh. Ja, ik doe meestal een beetje contour hier. Een beetje erbij mag altijd. En wat gebruik je? Gewoon deze. Eyebrow powder. Dus je gebruikt eyebrow powder voor je contouren. Hey, you gotta do what you gotta do, hè? Right? Ja. Dit kan je.
De blush die ik gebruik is van MAC. Oei. En ik heb die inmiddels nu al bijna 2 jaar. Dan heb ik hier een beetje blush en hier een beetje blush. En Erik, ik ben klaar. Ik ook. Nou. Zeg degene die nog bezig is. Oeh. En je ziet toch, het geeft wel echt warmte. Het geeft wat meer warmte. Dat was de Get Ready met ons. Follow my sister channel. Chanty Monfies. Thank you. Doe het meisje. Doe het. Dat is waar, beetje. Maar, oh, zo lief van. Ik wil meerdere video's gaan doen. Ook met mijn zusje. Er komt nog een video met haar. Want ze heeft 1 blow-out gedaan. Oh my god, I freaking love her. En we zijn al een tijdje geleden samen de Natural Hair Journey begonnen. Dus misschien kunnen we daar ook meerdere video's over maken. Dan zie je haar ook wat vaker op mijn channel. Als jullie dat willen zien, weet je wel, zet het in de comments. Druk op die like button, want dan weet zij dat ze weer terug moet komen. Want ze wil altijd. Nee, kom voor de camera. Dus, anyways, ik hoop dat jullie hebben genoten. Vergeet niet te subscriben. En check nog mijn kanaal voor een video van haar blowout. Het is echt awesome. Ze gaat jullie laten zien hoe je een blowout moet doen zonder heat damage. Dus ja, subscribe. En wij zien jou in de volgende video. Doei doei. Ready? Oh, I be feeling myself. Ik heb gemorst, mensen. Oh nee! Nee, het is oké.